allemaal. Mijn naam is Tiffany van Lente. Ik ben 20 jaar oud. Ik heb de opleiding Bloem en Design niveau 4 op MBO Westland gevolgd. En we gaan vandaag een mooi kerststuk maken. Om het alternatieve kerststuk te maken gaan we beginnen met piepschuimboogjes. Die kan je gewoon zo kopen. Ik heb ze aan elkaar gelijmd. Dat doe je met een low-melt lijmpatroon. Die zijn iets matter, dus die kan je ook gewoon in de winkel vinden. Als ze aan elkaar gelijmd zijn, dan krijg je deze. Laat hem eventjes drogen. En dan gaan we beginnen met het gedroogde blad. Je kan ook voor een ander blad kiezen, dat maakt niet uit. Deze zijn vrij groot, dus die knip je even door de midden. Doe er een klein beetje lijm op. Met het lijmpistool, droog lekker snel. Zorg je dat het hele piepschuim is weggewerkt. En zo ga je eigenlijk verder. En zorg je dat hij helemaal volgeplakt is met het blad. Gaan we nu gaten boren voor de reageerbuisjes. Ik heb maatje 20 boordje gebruikt. Wordt gelijk een beetje sneeuwbende. Zo. Dan zorg ik dat ze op diverse plekken zitten. Dat je overal straks een bloemetje in kan doen. En dan doe je gewoon heel makkelijk de buisjes erin. Ik ga nu beginnen met de dennenappels op draad zetten. Ik heb dan de koperkleurige omdat ik dat mooi vind bij de rest van mijn bloemen straks. Je kan ook een ander kleurtje pakken. Ik heb een klein stukje af. Wikkel een beetje in de dennenappel. Draai hem vast. En dan knip ik de losse draadjes nog eventjes af. Doe ik er een klein doetje lijm op. Want dan weet je zeker dat hij goed stevig vast zit. Prikken we die in de zijkant van het piepschuim. En zo creëer je een hele rand met dennenappels. Ik ga de kaars op stokjes zetten. Dat je net zoals dit krijgt met het omwikkelen met bouillondraad. Ik laat even zien hoe ik dat doe. Ik maak eerst een gaatje in het kaarsje met de boormachine. Zo. Pakken we een talkingstok. Doe een klein druppeltje lijm op. Steken we die erin. Even wachten dat die goed vast zit. Knippen we hem op lengte. Dan halen we deze even uit de boormachine. Pakken we het bouillondraad, de dunnere draad. En wikkelen we deze om het stokje heen. Hou een klein stukje over, zodat je die straks in het piepschuim kan prikken. En zo. En zetten we deze in de boormachine. Ondersteun de kaars af en toe. En dan hou je hem. Begin rustig. Als je het niet vaak gedaan hebt, dan kan het hard gaan. En dan wikkel je zo heel het stokje vol met bouillondraad, dat hij mooi gedecoreerd is. Zoals je ziet heb ik alle dennenappels helemaal omheen gelijmd. Het blad is volledig geplakt. Ik heb er wat balletjes aan toegevoegd. Ik heb er zelf voor gekozen om wat kroontjes eraf te halen en daar wat water in te doen, zodat er ook nog eventueel een bloemetje in kunt doen. En ik heb de kaarsen erin gestoken. En ik heb het arrangement op een prikker gezet. Die kunt u gewoon in de winkel kopen. En ik heb hem voor mezelf even op een draaischijf gezet, zodat ik hem makkelijk rond kan draaien. Dat is makkelijker opmaken. Zoals jullie zien heb ik nu alle bloemetjes erbij gepakt. Ik heb alles op maat afgeknipt. Dat is makkelijker verwerken in het arrangement. Ik begin met de bladbegonia. Die heb ik afgesneden van een plant.
Dus die kan je niet zo kopen, maar die snij je gewoon eventjes af van de plant. Ik snij alle bloemen schuin af. Deze geven wat rust in het arrangement. Ik heb allemaal vrij kriegelige materiaaltjes gekozen. En deze geven dan net even wat rust. Daarna begin ik met de Cebidium. Dat is ook een vrij grote bloem, dus die geeft ook wat meer rust in het arrangement. Dan ga ik verder met de kangeroepootjes. Mooie donkere kleur. Die snij ik ook weer even schuin af. Ik zal het arrangement ook eventjes draaien. Ga ik nu verder met het chrysantje. Het is een Doria chrysantje. Mooie bolletjes. Die steek ik wat dieper in het arrangement. Draai ik het arrangement weer eventjes. We zijn nu halverwege het arrangement. Draai hem eventjes weer rond. Dan ga ik verder met de Cebidium. Die heb ik afgesneden van een plant. Gewoon van een potplant. Snij ik ook weer schuin af. Verwerk ook weer in de reageerbuisjes. Kijk af en toe gewoon of de reageerbuisjes genoeg voldoende water hebben ook. Deze laat ik er een beetje overheen hangen. Snij ik even wat korter. En zo. Nu begin ik met iets fijnere materiaaltjes. Het is een rozenbotteltje. Die snij je af en toe wat moeilijker af. Het is een houtachtige steel namelijk. Ik ga nu verder met de Lichantus. Die snij ik uiteraard ook weer schuin af, net zoals alle andere producten. Dat is vrij belangrijk. Varieer ik ook weer met de diverse hoogtes. Let ook een beetje op dat je rondom de kaarsen niet al te veel doet. Je hoeft ze niet per se aan te steken natuurlijk, maar mocht je ze aan willen doen, dan moet je er rekening mee houden dat je niet boven de kaars uitkomt, zeg maar. Ik ga nu verder met de Cambria orchidee. Deze heb ik ook van een potplant afgesneden. Hele mooie kleur. Daar komt het bruin ook weer mooi in terug. Ik heb hem hier in een kleine kerstballetje gestoken. Het is gewoon een mooi fijn materiaaltje. Nu verder met de Echina. Er zit ook een beetje dat oranje gloedje in, wat ook weer terugkomt met de rozenbottels. Ik vind het belangrijk dat je de kleuren kan combineren, dat het ook de roze komt ook weer terug straks in de Nerine en de Anjer. Dat je een mooi kleurenpalet hebt. We gaan verder met de Nerine. Dat is deze. Tevens ook maar een van mijn favoriete bloemen. Die hebben een mooie schone steel, dus je zou ook eventueel straks lijnen kunnen maken in je arrangement. Wat ik net ook zei, wil je de kaarsen wel aansteken, hou er dan even rekening mee. In dit geval wil ik ze niet aansteken omdat ik het leuk en decoratief vind. Deze doen we eventjes ergens anders. Zo. Ook gebruik ik deze anjertjes. Hier zie je ook weer dat het een beetje een rood tintje in zit en het roze. Dus dan komt dat ook weer mooi terug. Ik heb, zoals je ziet, alle bloemetjes erin verwerkt. Nou vind ik het zelf nog eventjes leuk om deze Nerine net eventjes samen vast te zetten.
zodat er een beetje een lijnenspel in zit straks. Daar gebruik ik dit bindwaaier voor. Er zit ijzerdraad in. Dan maak ik even een wikkeling om mijn hand heen. Knip ik die even door, zodat ik een paar kleine stukjes heb in één keer. Maakt het net even makkelijker voor jezelf. Dan zet ik deze kruislinks een beetje aan elkaar. Het kerststuk is nu klaar. Even voor jullie rond. En ik wens jullie heel veel succes met het maken van dit kerststuk.